Mijn naam is Michael Robert Brans. Ik ben hier de gamecoach van het Funny Fit Centrum en ik ben verantwoordelijk voor alles wat hier in dit gebouw gebeurt in dit hok. Mijn naam is Hanita Doest. Ik werk 2 dagen in de week voor de club en ik doe daar de PR en de communicatie voor. Ik maak onder meer het tijdschrift Schik. Dat is vorige week een oplage van 7000 verschenen, dus dat is een mooi groot bereik nu. En ik doe de fondswerving, dus ik heb ook in die zin meegeholpen aan de totstandkoming van het Funny Fit Centrum waar we nu zijn. Funny Fit is een digitaal e-health en sportcentrum op basis van extra games en e-fitness, e-learning. Dus kinderen met een beperking, mensen die bezig zijn met revalideren, maar ook gewoon dagelijkse bezigheden. Daar kunnen mensen hier terecht om zich te ontwikkelen. Funny Fit is van de club. Funny Fit is ontwikkeld door de club. We zijn dagelijks geopend. We gebruiken deels de groep van de club, dus de deelnemers die bij de Club van Twente zitten. En de speciaal onderwijsscholen, de testgroepen. En dat wordt eigenlijk door de hele week wordt dat in een agenda gegooid. En proberen we daar een soort balans in te vinden. Funny Fit is operationeel sinds begin 2013. Half januari 2013 was het klaar, op de tegeltjes in de keuken na. En daarna kon de testfase beginnen, want ja, het is nieuw, het bestaat niet, in deze vorm zeker niet. En zeker niet de combinatie van bewegingsgames, extra games zoals we die hier hebben, en tactische games, de spelcomputers. We gebruiken voor het Funny Fit de Kinect. Dus dat is de bewegingssensor van de Xbox zonder iets in je handen. We hebben de Wii, dat zijn de controllers waar je mee in je handen een spel speelt. En we hebben de PlayStation Move en dat is ook iets waar je mee in je handen beweegt. Dus alles wat we nu doen is uittesten van werkt het? Hoe gaat het met het geluid? Hoeveel mensen kunnen erin? Wat doet het allemaal? Functioneert het allemaal? We halen in deze fase een beetje de kinderziektes eruit. En dan hebben we een aantal dansspellen bijvoorbeeld. En dan kun je met de Kinect kun je dus dansen op de maat. Nou, uit de testgroepen waar we nu mee bezig zijn blijkt dus al dat kinderen van basis van speciaal onderwijs die in de sportschool of in de gymzaal komen niet in beweging. En als je dan hoort dat ze dus hier al met het dansen helemaal uit hun plaat gaan, omdat die Kinect natuurlijk gewoon heel erg interactief is, zijn dat wel echt een heleboel dingen waar we ons willen richten. De gemeente en de provincie, ja, die vonden het wel mooi, maar we kregen geen geld voor. We moesten het echt allemaal uit de markt halen. We hebben de iClick, dat is een systeem die projecteert een spel op de grond. En daar kunnen dus mensen op de grond een spel doen. En niet iedereen kan actief iets in zijn handen houden of actief een spel spelen met hun armen. Als je een rolstoel hebt, dan kun je dus wel doordat die sensor jou ziet voetballen bijvoorbeeld. Ja, van de Nacht van Almelo, Stichting Samen voor een Ander, of het Almelo's Kinderfonds, kregen wij 15.000 euro. En in zo'n laat stadium waar je dan in zit, waren zeg maar eigenlijk alle subsidiemogelijkheden wel uitgeput raken. Ja, is dat een fantastisch belangrijk bedrag geweest. Waar we, het Funny Fit had er niet zo mooi uitgezien als we die schenking niet hadden gehad. Zo simpel is het. De gemiddelde leeftijd van bezoekers ligt hier echt van 6 jaar tot en met 80 jaar als het moet. Ja, iedereen heeft het moeilijk, maar ik zou zeggen aan al die bedrijven, als ze net zoals vorig jaar meedoen, het geld komt op de goede plek terecht, dus gewoon doen.